Turken, dat weten we allemaal. Dat is een trots en enthousiast volk als het gaat om kebab eten, voetbal en natuurlijk toeteren. Maar ja, wij Nederlanders, wij kunnen dat toch net zo goed of misschien zelfs nog wel beter. Of dat zo is, dat gaan we checken. Hey, klaar nou! Dit zijn Funda en Mehmet. Hey, ik wil jullie toch heel even bedanken voor die Turkse pizza. Hij wil jullie even bedanken voor de Turkse pizza. Ik vind het zo lekker, hè. Maar vanaf nu zijn jullie mijn vijanden. Oké, dat wordt dus een hele harde strijd. Ik kan er niet op wachten. Gaan jullie ze verslaan? Nou, natuurlijk. Het begint al goed. Volgens mij is het tijd voor de eerste test. De Turken die houden van een schoon huis. En daarom hebben ze de gewoonte om, wanneer ze naar binnen gaan, bij de voordeur alvast hun schoenen uit te trekken. Dat klopt? Ja, dat klopt. Ja, precies. Super fris natuurlijk. Met één probleem, dat het elke keer weer een gedoe is om je eigen schoenen terug te vinden in die hele berg schoenen die er op een gegeven moment op de mat ligt. We gaan vandaag testen wie daar het beste in zijn. En we beginnen met de Nederlanders, dus de Turken mogen even weg. Wow. Beide testteamleden zijn geblinddoekt. Alleen door te ruiken moeten ze de schoenen bij elkaar vinden. Het team dat de meeste paren bij elkaar weet te snuffelen, wint deze test. En de schoenen, die zijn voorzien van smakelijke geurtjes. Sambal, dunner, diesel, zonnebrandcreme, knoflook en een echte lekkere stinkkaas. Oh, nee. Oké, hier komt de eerste. Oh, echt iets met kruiden of zo. Je hebt heel veel kruiden en ik heb er heel weinig verstand van. Oké. Wow. Oh, nee. Ja, er is zoveel kruidig en zoet. Ik blijf hier van bij. Dit is ook echt kruidig, jeetje. Oh, wat heb ik daar nou aan? Nou, dit is hem niet, hè? Oh, kruidig en zoet. Deze ruikt echt iets meer peperig. Peperig? Nee, is hem niet. Azijnachtig. Azijnachtig? Ja. Azijnachtig. Oh, nee. Ja, deze azijnachtig. Doe jullie brillen maar af. Oké. Het ging niet echt dat je zegt lekker. Nee? Is er nog iets wat je wil zeggen tegen Sarita? Misschien hadden we de rollen om moeten draaien. Ja, wat? Dus ik kon het niet goed beschrijven. Ik kwam niet op de woorden. Oké, nou ja. Misschien doen natuurlijk het wel net zo of slechter. Of misschien natuurlijk wel beter. Daar gaan we nu achter komen. Funda, ben je er klaar voor? Jazeker. Dan komt hier de eerste schoen. Nee. Daar. Oh ja, sambal. Dit is sambal. Nee, dit is parfum, zoiets. Nee, deze is hem. Deze is sambal. Volgende schoen. Ik weet het niet. Peper? Oh, knoflook en peper? Dit is kattenvoer, man. Nee. Het stinkt, man. Die moet je niet doen. Nee. Deze, knoflook. Knoflook en zwart en stinkvoeten, ja. Cayennepoeder? Wat is cayennepoeder? Oh. Oeh, deze stinkt wel heel erg. Nou, deze is ook niet. Ja, dit is zonnebrand. Hey, dit is een schoenenwinkel. Kattenvoer, toch? Ik hoop niet dat jouw kat het te eten krijgt, want het stinkt. Ja, deze is het. Oh, deze is het. Okay. Deze is het sowieso. Nou, dat kan niet missen. Oh, dit. Hoe ging het? Zo. Deze schoenen stinken echt heel erg, hoor. Ik weet niet wie zijn schoenen dit zijn, man. Nou, laten we gewoon kijken wie er gewonnen heeft en laten we de Nederlanders erbij halen. Is goed, hoor. Oké. Okay. Hey Mehmet, die kattenvoer dat jij ook? Ja, dat was vreselijke geur, hoor. Dat was dunner. Meer... Is dat dunner? Nee. Dunner is heerlijk. Ik eet elke dag dunner, of niet? Schaamje. Ja. Schaamje. Daar hadden we het nog over. Ja, hij had het ook. Jullie hadden allebei goed. Nou, niet goed. Ja. De sambal. Ja, die was pittig. Okay. Ja. Die was pittig. Ja, dat was pittig. En de zonnebrand. Oké, ja, die wist ik ook. Ja. Die wist jullie hadden daarbij ook nog eens goed. De eucalyptus. Oh, yes! Ik zei wat nog, eucalyptus en stoomboot. Ik weet het de diesel. Ja. De diesel, ja. Jullie hadden ook goed de wasabi. Oké. Okay. De lavendel. Oké. Okay. En? Ga door. Dat was het! Yes! Alsnog ben ik wel tevreden. Dat betekent dus dat het gelijkspel is. Ja. En we gaan door. Naar de tweede test. Oh, dat was een leuk filmpje. En jij wil vast en zeker meer van die leuke filmpjes zien? Klik dan op dat rondje met die ear in. En vergeet je niet te abonneren. En sharen, liken, alles. Ja, al die dingen. Like en deel. Doe ze nog eens.